Ik ben benieuwd of jij wat anders hebt gemerkt. Cultuurclash. Elke week wordt het weer moeilijker om een bruggetje te verzinnen. Maar Floris-Jan, wat is je grootste blunder of het gekste dat je daar hebt meegemaakt in Argentinië? Oftewel, wat is jouw cultuurclash? Ja, maar cultuurclash, waar ik tegenaan loop of liep, is dat je toch heel veel per e-mail doet. Dus dat is voor ons makkelijk met het tijdsverschil, met de afstand. En je kan het in je eigen tijd antwoorden. Maar uiteindelijk denk ik dat je met mensen, Zuid-Europeanen en Zuid-Amerikanen, toch ook veel meer moet bellen om een relatie op te bouwen. Elke keer ernaartoe, dat is een grote investering in natuurlijk tijd en geld. Maar vaker de telefoon pakken, dat is wel iets wat ik denk ik te weinig heb gedaan. En, had moeten doen. Had moeten doen. Ja, ik denk dat wij als Nederlanders te makkelijk ons achter een beeldscherm verschuilen en we doen wel even een Zoom-meeting of we doen het wel per e-mail. En juist in dit soort culturen wil je die verbinding hebben. Jij moest je toenmalige schoonmoeder moest je echt bellen en geen e-mail sturen. Ja, nou, ik ken wel wat Argentijnen inderdaad en die zitten echt wel op die relatie, op die persoonlijke band. Ja, dat klopt. Ja. Echt heel belangrijk.